Deze nieuwsuitzending is een preek voor christenen. Eigenlijk alleen maar christenen. Om christenen een hart onder de riem te steken. En als jij toevallig op dit kanaal verdwaald bent en jij bent nog atheïst, of nog iets ergers, en wil ik ook dat je blijft luisteren. Je moet je wel kunnen laten beledigen. En als je je niet kan laten beledigen, dan veroordeel ik je tot het beluisteren van 6 uur lang door Hans Teeuwen uit Brabant. Want beledigend ga ik overkomen. Ik heb eerdere nieuwsuitzendingen gemaakt. Die zijn niet eens zo gek veel bekeken. En die hadden die mooie titel Jullie Klojo's. Of het was te beledigend. Dat je denkt, ja, dit is zo beledigend. Dit pik ik niet. Of het was niet beledigend genoeg. Maar terug naar jullie christenen. Want jullie moeten zo dadelijk tukkie-tukkie gaan doen. Of de kinderen van school halen. En daarna moet je nog eventjes langs bij die en die. En dan nog even een kopje thee met je man. En dan ga je lekker slapen. Of misschien heb je dit over je, van hoe heet het, die kleine hörer. Niet een koptelefoon of Duits, die oortjes, zo is dat, ja. Je kan ook een oortje in doen. En gewoon luisteren naar mijn stem. Want ik bedoel het goed. En ik vind ook dat jullie dat verdienen om dat te horen. Dat christenen, vooral christenen, het goed doen. Ik begon een Bijbel te lezen op mijn 12e. En ik was gelijk erg onder de indruk. 6 jaar lang had ik mij verdwaald gevoeld in de openbare bibliotheek. Met boekrep boeken over de vrolijke vijfling. Zo. Het geheim van het zwarte kasteel. Een soort Game of Thrones, maar dan in wat grotere letters. Dan de andere boeken. Kinderangstaanjagende kuddezooi. En op mijn 12e kreeg ik, en dat kwam door mijn moeder. Nou ook, ja, nee, dat kwam door alles, door de omstandigheden. Kreeg ik een Bijbel in de handen gedrukt en mijn moeder zei tegen mij, lezen kring, of woorden van gelijke strekking. Dus ik dacht, laat ik maar meedoen. Maar in de openbare bibliotheek stond geen Bijbel. Dus, en waarom wel een Bijbel? Ik denk, wat is het voor een boek dan? En ik was hartstikke benauwd over het feit dat mijn vader er vandoor was. En mijn moeder had borstkankerdiagnose. En als kind dan, ja, ik heb toen ook Alleen op de Wereld gelezen van Hector Marlowe. Hector Marlowe? Ja, op een bepaald moment zie je alles gewoon gloeien. En dan denk je, wauw, hè? Ik was er denk ik wel aan toe om die Bijbel te gaan lezen.
Ik had er wel wat aan. Of ik had wat aan geschreven woord wat ergens op slaat. Toen ik dat tot mij liet doordruppelen, voelde ik dat ik een aantal dingen niet meer mocht doen. Niet omdat het in de Bijbel stond, maar omdat ik begreep waar Christus Jezus het over had. En als je dat begrijpt, dan kan je een aantal dingen niet meer doen. Zoals bijvoorbeeld in mijn geval, het blijft een leuk verhaal. Ik was erg goed in vechten, vuistvechten, lichaamsvechten. Het ging erom dat je die ander zo snel mogelijk tegen de grond aanwerkte. En dan met je knieën op zijn biceps gaan zitten. Nou, dan kan hij niks meer doen. Dan kan hij nog een beetje maaien met zijn onderarmen, maar die hou je makkelijk omlaag. En onderwijl blijf je paardje rijden, dus echt heen en weer gaan over de biceps. En dan gaat zo'n ventje gaat zich echt uitkermen van de pijn. En dan komt de finale vraag. En die luidt, genade? En dan moet die andere zeggen, genade? En dan sta je op. En die jongen die jij dat te grazen hebt genomen, die gaat zo zijn biceps masseren van auw, 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 auw. Ja, dan weet hij vanavond na het eten nog steeds dat hij blauwe plekken heeft op zijn biceps. Had hij maar niet moeten vechten. Nou, daarmee ben ik gekapt toen ik de Bijbel ging lezen. Ik kon het niet meer. En dat is toch een goed bericht. Ik word nu al genoemd de meest ellendige peripislul. Nou, moet je nagaan hoe ze mij genoemd hadden als ik de Bijbel niet gelezen had. Was ik nu misschien wel door Donald Trump geweest? Ze hebben mij banen aangeboden bij de Koninklijke Haskoning, bij TNO en ook bij de KEMA en bij de KNMI. Als ik een beetje op mijn knieën had gelegen, was ik binnen geweest bij het KNMI. Nee, dat was leuk geweest. Dan zat ik nu ook in zo'n vrijmetselarijsloge met een... Dat er video's zijn geweest van die enige die ik echt leuk vond. Dat ik denk van, nou ja, oké, dan een keertje plassex. En heeft een of andere lul heeft dat getaped. Heb ik lekker allemaal niet gedaan. En dat komt mooi door de Bijbel. Niet dat ik zonder zonde ben, want daar gaat het helemaal niet om. Ga mijn dochter maar ondervragen. Je kan wel een boekje open doen over mij, hoor. Dat ik ontbijt zou maken, had ik dan helemaal beloofd. Ja, en wat is er 's morgens vroeg? Ja, niks. Een vader die krap 4 uur aan het slapen is. Want die is eventjes iets heel belangrijks wezen doen in de kroeg. Ja, leuk is dat voor zo'n kind. Ik had natuurlijk wel alle ingrediënten in de koelkast staan. Dus ja, waar maak je je druk over? Ze kwam ook fluitend thuis en ik vroeg aan haar van, en hoe was het op school? Oh, zei ze, het was wel cool. Ze zei, met dat ontbijt dan, hoe is dat dan gegaan? Nou, zei ze, er was niks aan de hand. Ik heb even thee gemaakt, heb koffie gemaakt. Nee, geen koffie, maar thee gemaakt, dingen. Ik heb dat meegenomen. Ik zei, oh, mooi zo kind. Dus gelukkig niet verhongerd op school.
Is dat goed van mij dat ik dat eventjes vergeet? Nee. Kreun. Dus ik ben niet zonder zonde. Daar gaat het niet om. Terug naar Christus Jezus. Een van zijn mooiste uitspraken is: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nou, komen al die critici aanzetten. Ja, maar wanneer heeft hij dat dan gezegd en is het wel gefilmd door CNN? Nou, nee. Dat is gewoon niet waar. En al was het uitgebeiteld in kleitabletten. Dat kan trouwens helemaal niet, want in kleitabletten wordt geschreven met een spijker. En daarna gebakken. Een kleitablet bijtel je niet. Maar het is uiteindelijk een soort van gebeiteld. Dat hebben we niet. Het enige wat we weten is dat die gedachte die hij uitsprak: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Die persoon heeft me een golf aan religie opgeleverd. Een tsunami aan religie. Zelfs de Mohammedanen, de Koranisten, die zijn, ik wil niemand beledigen, maar ik moet heel voorzichtig zeggen, zij hebben respect voor Christus Jezus. Maar dat zijn er ook 2 miljard. Om over die katholieken nog maar te zwijgen. We hebben momenteel op de 7 miljard mensen toch 4 miljard geregistreerde. Plus nog, heb je dat protestantisme nog. En vooral in Amerika heb je het over 100 miljoen mensen. In Eritrea worden de christenen vervolgd. Dus nou, dat maakt dan weer wat minder christenen. Om het maar even satirisch, cynisch te zeggen. Maar daar zit ook een hele stevige christelijke kerk. En in China. En die machthebbers, die kunnen daar niks mee. Het enige wat ze kunnen doen is de boel overnemen. Dat proberen ze dan via het katholicisme. Hebben voor jullie een leuke anekdote. Ik zat laatst weer eens op het terras vanwege mijn alcoholverslaving, addictie. Ik ben verslavingsverslaafd. Ja, precies, ja. Vluchtgedrag heet dat. En dan zit ik op het terras, lekker te vluchten. En dan zit er een vent naast mij en die beweert dan katholiek te zijn. En een ongelofelijke, ja, hij vindt alles katholisch. Katholiek vindt hij goed. Behalve de paus. Nou, dat lijkt me nogal wieders, dat laatste. Ik heb hem een vriendschapsverzoek verstuurd via Facebook. En ik hoop dat hij nog reageert. Maar wel zei hij tegen mij dat hij het achteraf niet eens is met die beeldenstorm. En dat de beelden die nog heel zijn, dat hij dan wel, ja, dat moest hij dan wel zeggen. Ja, Oké. Vind ik ook niet hoor, als christen. Wat heb ik aan een beeld? Is dat een herkenningspunt? Een nicht uit Australië komt op bezoek en dan zeg je: we gaan afspreken bij de Pegasus. En dan vraagt ze nog aan jou: wat is een Pegasus? Dan zeg ik: nou, dat is een paard met vleugels. En die staat daarvoor, als je de terminal uitkomt, staat daar een Pegasus. En daar zit ik. Ja, zo is een beeld handig. Voor de rest helemaal niet. Zelfs levensgevaarlijk. Overtreding van de 10 geboden. Na, 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 na. Ja, wij christenen, we zijn zo slim. Dat is ook zo erg. Daarom heeft Christus ook gezegd: als je mij volgt, als je mij snapt, ja, dan ben jij slimmerik omringd met stommelingen.
Hij zei het iets anders. Hoor. In plaats van slimmerik gebruikte hij het woord lam. En in plaats van stommelingen gebruikte hij het woord wolven. Ja, wat moet je daarmee? Moet je je dan afwijzen van kennis? Nee, natuurlijk niet. Wij zijn geschapen naar het evenbeeld van de Heere, Heere. Wij zijn creatief. Wij redden ons wel. De ene manier of de andere manier. We kennen linksom, rechtsom, bovenlangs, onderlangs. Kan ik gewoon recht omlaag gaan, net als Gandalf in The Lord of the Rings. En lekker met de Balrog even. Daarna kom je wel weer terug hoor. Niet bang zijn. Terug naar die mooie frase. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is dus opgeschreven. Dat heeft een golf aan religie veroorzaakt. En allemaal mensen die zeggen, ja, dat is waar. Dat was Christus Jezus. Christus Jezus was de Zoon van God. Zo staat het in het boek. Dus lijkt Christus Jezus het meest op God. Je kan om die reden ook zeggen dat Christus Jezus naar onze waarneming niet verschilt kan hebben van God. Ik pak nu een dubbele negatie uit. Niet verschilt. Hij moet hem eigenlijk wel geweest zijn. En hij was de weg, de waarheid en het leven. De weg is jouw manier van leven. Christus heeft ook gezegd, wees een voorbijganger. Ik kan oudere geschriften erbij halen. Uit het oosten. Nee, die zijn ouder dan dat we Christus zijn. En die komen uit het oosten. Daarin staat hetzelfde, mijn lieve luisteraars. Christus Jezus was meer gedetailleerd. Meer anarchistisch. En erg correct in zijn taalgebruik. Dat maakt hem anders dan Boeddha. Boeddha was meer de weg. Hij was een voorbeeld met zijn leven. Dat geldt voor Boeddha. Boeddha heeft niet zoveel verteld. Waren enkelvoudige frasen. Koans heten ze. Wat Christus Jezus verschilt met Boeddha, is dat Boeddha niet sprak over God of zoiets. Boeddha was dus ook geen afgoder. Het woord God komt in het woord van Boeddha niet voor. Beter gezegd, de term God komt in de teksten van Boeddha niet voor. Hij schijnt ook gezegd te hebben, het bestaan van een God heb ik niet nodig om mijn leven richting te kunnen geven. Want ik kan het zonder meer zien. Christus heeft gezegd, het besef van God is als het binnentreden in het koninkrijk der hemelen.
Het is je onderworpenheid. En het Koninkrijk der Hemelen, dat is de werkgever. En daarvoor moet je weten dat het Koninkrijk der Hemelen is als een man die puntje, puntje, puntje. Je mag zeggen dat Christus Jezus een seksist was. Omdat hij het had over het woord man. De tweede, want hij zegt als eerste, ik ben de weg. Tweede is, ik ben de waarheid. Wat is de waarheid? Terug naar Boeddha. Stel, Boeddha was betrapt op het jatten van een handje rijst toen hij wel heel erg honger had. En toch bleef hij zeggen, hoe, gij eet alleen dat wat u gegeven wordt. Boeddha was niet zo. Boeddha is uiteindelijk ook gewoon de pijp uitgegaan. Zijn leven was de waarheid. Dus als Christus zegt, ik ben de weg, dat is je leven. Ik ben de waarheid, dan zegt hij twee keer hetzelfde. De derde is, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het leven is de invulling geven aan dat wat de werkgever van jou wil. En nee, jouw werkgever wil niet per se dat jij 3 villa's weet te scoren, waarvan 2 op Ibiza, en dan die ene avond met te veel tequila, en daar kon je niks aan doen, want het zout was zo lekker. Het leven is dat wij dit allemaal gaan redden. En vooral dat we achteraf denken met foei, foei, dat had wel fout kunnen gaan. En die blijheid. Laten we dat noemen de wederkomst van Christus. Die een nieuwe aarde en een nieuwe hemel in zijn rugzak heeft. En zegt, uitpakken jongens. En die komt. Zoals Bob Marley zo droevig zong. Geen wijven, geen gezeik. No woman, no crime. En zo heeft Bob Marley ook gezongen. Many of us will die. Ik denk het wel. Ik denk dat de meeste mensen al dood zijn bij leven. Ik kijk ook op internet, YouTube, ellende, naar de meest verschrikkelijke bagger. Ik heb ook alles gezien van Stanley Kubrick. Ik heb dat mijn dochter ook laten kijken. Tegen mijn dochter gezegd van, zie je dit, zie je dat. Het is niet de werkelijkheid. Fantasie. Ja, maar Piri, als ik niet eens meer naar films mag kijken, dan kan ik me ook nooit meer ontspannen.
Nou, ik zeg je al, als je je bewust bent van wat je te zien krijgt in de meeste films, daar word je niet ontspannen van. En als je je niet bewust bent van wat je ziet in de meeste films, dan word je daar nog steeds niet ontspannen van. Het is maar hoe je naar het een en het ander kijkt. En agressie moet eruit. Agressie, je bent depressief. Je denkt, ik ben depressief, ik wil bagger zien. Nou, doe je Netflix aan, krijg je alleen maar bagger. Beetje rum erbij, zou ik zeggen. Maar ja, dat ben ik. Gewoon achterover liggen met je hoofd in het zand geland tussen de landen in. Wat heb jij daarmee te maken? En God heeft tot nu toe altijd gelijk gehad. Water kookt precies bij 100 graden Celsius. Het bevriest bij 0 graden Celsius. En met een kwikthermometer kun je dat precies allemaal opmeten. En het klopt allemaal. Behalve lokale temperatuurverschillen op een heel laag niveau. En die kan je ook weer uitrekenen. By the way. Of voorspellen. Ik ga naar mijn afsluiting toe. Ik zou eigenlijk een muziekje moeten gaan spelen. Dat vind ik zo lullig. Ik luister, als ik dan zelf in slaap wil vallen. En jullie willen natuurlijk ook in slaap vallen. Lekker dan een beetje de warme geluid luisteren. Liever een stem dan een muziekje. Of je moet de Goldberg variaties van Bach maar opzetten. Maar het duurt je zo lang voordat je dat begrijpt, hoe die compositie in elkaar zit. Maar goed, daar val je ook van in slaap. Zelf hoor ik liever een stem. Een stem van iemand die denkt, nou, stel dat de evolutietheorie gelijk heeft, dan hebben wij dus alle kansen, want we zitten momenteel in een oersoep. Kijk, zoiets. Een beetje geinig, man. Maar zo erg is het allemaal niet, namelijk. Het valt reuze mee. Je bent omringd met zondaars. En die doen maar wat. En jij zit ertussen en je denkt, oh mijn god. Zo. Dat is toch Engels? En zo is het. En als het je buurvrouw niet is, dan is het de gemeenteambtenaar wel. Die ook tegenwoordig gedacht heeft, nou, de eenhoorn, die heeft dan een hele mooie unicorn uit zijn hoofd. En daar ga ik mijn anus planten. En die poept uit zijn hoofd. En dat loopt over zijn bril heen. En dan ziet hij alles bruin. Dus ook jou. En dan zegt hij tegen jou, wat ben jij voor vieze poepburger? Terwijl je denkt, ja, jongen, je hebt je anus verplaatst waar je in je oogchakra zit. Ik hoop dat ik grappig overkom. En dat gebeurt gewoon daadwerkelijk. De enige mensen waar ik nog hoop in heb tegenwoordig, dat zijn de daklozen en die moeders die alles verkaat hebben. Verkut hebben, moet je eigenlijk zeggen. Want ik ken iemand en die heet Kaat en ik wil haar niet beledigen. Maar die ga ik nog het liefst om. En al die wijsneuzen om me heen. Dan denk ik, oh, 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 oh. Pas op de klok, pas op de klok. Want daar gaat het om, hè? Kijk, dat wat God is,
Dat is empathie. Dat is de manifestatie van God in ons. Ook. Daarom wordt in de Bijbel ook gesproken over een paradijs, waarbij gegeten werd van de vruchten van de bomen en de planten. En dat was het. Moet je kijken wat je hebt. Heb je walnoten, rode bessen, blauwe bessen, gele bessen, zeg maar. Hoe denk je dat je gebit eruit zou zien? Als je alleen maar noten en bessen hebt gegeten vanaf je allerjongste. En linzen mag je ook, hè? Dan moet je even koken. Maar dood hout. Nou, dood hout mag je gewoon opfikken. In die tijd van het paradijs had je geen El Gore Smeerlap die dan zei: hé, je bent dood hout aan het opfikken. Ik wil 10 cent per kilo. Nee, man. Dan kon je linzen koken. En iedereen liet iedereen met rust. Want die ene was een giraf en die andere was een olifant. En ja, als je elkaar met rust laat. Nou, dat is precies wat God bedoeld had. En die hele fuckzooi is soepzooi. Het is gewoon een soepzooi geworden. Ja, oké. Okay. En wat had God ook alweer bedoeld? Als je wil weten, je hebt een nieuwe computer gekocht en in onderdelen gekregen en uit China. En dat kost er geen drol, ik heb dat zelf gedaan. Een pakketje. En dan denk je, shit, Effie, hoe moet dat? Ja, dan heb je een type nummer, dan ga je internet op en dan bloop, 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 en dan heb je instruction video. Je moet, dit moet je, en daar moet je opletten en daar moet je niet krassen en je moet zo'n kruiskopschroevendraaier hebben en dan zit hij zo in elkaar. Je bent een lul als je zo'n computer koopt en je denkt, nee, ik heb dat YouTube niet nodig hoor, ik verzin het zelf wel. Ja, lul. Waarom denk je dat die mensen die instructievideo's maken? Die Chinezen hebben niet eens geld om daar een gedrukt exemplaar van bij te doen. Want het kost extra verzendkosten, want het gaat per gram of zoiets. En daarboven, het staat gewoon op YouTube. Dat is toch ergerlijk van die mensen die naar je toe komen van, ja, ik heb een Panasonic 12.000 SX en ik snap niet waar de master volume dinges. En ik, ja, dan ga je naar Google, man. En de magic word is how spatie to. Het 1-0. En dan wat je wil. Een toner vervangen in je laserwriter. Ik heb dat laatst weer gehad. Ik kreeg dat hij was vastgelopen. Oké. Misschien is hij ook een beetje oud en der dagen moe. Moet ik een nieuwe laserwriter kopen? Dat zou kunnen. Ik kreeg die cartridge er niet uit. Nou, wat denk je dat ik doe? Ik kijk even op het apparaat. Oh, zo'n HL. Ik heb een HL 2350. Zoiets. Ik ga niet alle nummerborden uit mijn hoofd leren. En dan typ je dat er gewoon in. En ja hoor, dat is een of andere vrolijkert uit Canada of Amerika of Engeland, weet ik veel. Maar ik kan Frans ook een klein beetje. En zeker Engels. En Duits is al helemaal geen probleem. En die doet het eventjes voor. Ik denk, ja, zo moet, oh ja. En toen bleek dat ik veel harder moest trekken aan die tonen, want ik had hem helemaal goed. Ik wist het eigenlijk wel. Alleen, hij ging niet los. En dan kijk ik nog een keer naar die video. Ja, je moet gewoon rukken. Oké, rukken aan die handel. En ja hoor, toen kwam de toner eruit. Zo is de Bijbel voor jouw leven.
En dat priesterschap, dat elke week bij elkaar komen. Het moet wel geinig blijven. Als je alleen maar elke week bij elkaar komt, dan wordt het een soort van staat. En dat is niet de bedoeling. Er is geen enkel probleem dat wij mensen gaan claimen dat wij per zoveel 100 vierkante meter zoveel vierkante meter gemeenschapsruimte krijgen van de staat. Ga je uitrekenen. We hebben per geografisch gebied zoveel bejaarden, zoveel kleuters, zoveel smilfs. Dat is weer zo'n nieuw woord. Single mothers I like to fuck. Je hebt zoveel smilfs en dan heb je allemaal van die vrijgezelle mannen. Die hebben ook niks te doen 's avonds, behalve Game of the Wars te spelen. Met zijn koptelefoon en dan horen ze precies waarom de hoek iemand aankomt lopen met een oesie. En dan doe. Kortom, die klojo's hebben ook niks te doen. En die kunnen wel wat doen. Gewoon zoveel vierkante meter per zoveel 100 vierkante meter. Dat kan ook een EHBO-post zijn. Want wat is een EHBO-post meer dan dat je een doos met pleisters hebt? En een beetje homeopathische, van die zalfmiddelen. Daar kan je altijd naartoe als je je knie geschaafd hebt. En die oudjes kunnen er lekker thee drinken. Want wat kost thee? En dat is de kerk. En die dient niets te maken te hebben met de staat. De staat moet ruimte geven voor de kerk. En niet dat de staat gaat zeggen, ja, maar als je oudjeszorg gaat doen, dan moeten we wel... Nee. Hoezo oudjeszorg? Het moet een beetje gezellig zijn. Tekeningen van de buurtkinderen aan de muur. En dan maken we nog één keer een foto van met tante Mie. En die laten we zien op haar begrafenis. Dat is ons menselijke bestaan. Dat is zoals God dat bedoeld heeft. Ik ken mensen die heel overtuigd kunnen zeggen, God is een klootzak. Nou, ik durf dat ook te zeggen. Als ik iemand een klootzak vind, is dat God wel. En ik bedoel dat respectvol. Ik heb gewandeld met een pitbull terrier van 45 kilo. En die had respect voor mij. En ik heb meer respect voor God. Ging goed, jongen, met die pitbull. Jezus. Hij verstond ook Nederlands. Ik kon zeggen aan de voet. En dan ging hij met zijn anus op de koude tegels zitten. Want we stonden voor het rode stoplicht. En ik heb geen zin om zo'n beest aan te snoeren. Daar wordt zo'n beest alleen maar milder van. En ik wil geen milde pitbull afleveren aan zijn... Ja, aan zijn vrouwtje, moet je dan zeggen. Een vrouw was de verantwoordelijke voor die hond.
Ik ben... ondergeschikt. En niet aan aardse dingen. Je kan zeggen dat ik dood ben geweest. Qua denken. Die katholiek waar ik het net over had. Die vroeg aan mij, ben jij gelovig? En die strikvraag, die ken ik. Ik zei tegen hem dat ik ervan overtuigd ben dat er een grens is aan mijn weten. En ik heb heel erg mijn best gedaan om mijn weten zoveel mogelijk uit te breiden. Ik ben begonnen met beta-wetenschappen. Wiskunde, natuurkunde, biologie, scheikunde. Dat was easy peasy. En toen met de alfa-wetenschappen, zoals Carl Gustav Jung, Friedrich, nee, die Sigmund Freud. En de gamma-wetenschappen, dat is dan geschiedenis of zo. En toen heb ik tot mijn afgrijzen gezien dat er een grens is aan mijn weten. En toen keerde ik terug naar de Bijbel. En toen dacht ik, fokkedy fokkie. Daar stond het al in. Ik sprak een christen, een evangeliseerder, en die zei, ik kwam tot het woord, hij kwam tot de Bijbel ging tegen hem spreken, in de tijd dat hij gepest werd op zijn werk. Zij moest naar dat werk om dat geld te verdienen. En hij kwam elke avond vernederd thuis. Toen las hij de Bergrede. En dacht hij, ach, shittily fuck. Wij, de zachtmoedigen, zullen deze aarde beërven. Die hardvochtigheid heeft geen enkele zin. Om jullie in te lichten, jullie christenen, en de atheïsten mogen ook meeluisteren, maar meestal zijn die niet zo taalgevoelig. Jullie christenen, Arthur Schopenhauer heeft gezegd, het allerergste komt nog. Arthur Schopenhauer heeft gezegd, mensen zijn in essentie slecht. Martin Heidegger heeft gezegd, mensen kunnen in het moment zijn en doen dat meestal niet. Je hebt een verjaardagscadeau gekregen,
maar je pakt het niet uit. Christus Jezus was degene die aanwezig was. Die alleen maar zei hoe het was. En in die tijd was het land wat ooit Kanaan heette, overmeesterd door het Romeinse Rijk. Daar is iedereen het over eens. Dus even los van die YouTube-films. Iedereen is het erover eens dat toen dat land, dat avondland van de Middellandse Zee, dat werd overmeesterd door die Romeinen. En die Romeinen die komen uit Babylon. Dat weten we ook. En Christus Jezus was een pain in the ass. Maar waarom dan? Wat heeft hij nou fout gedaan? Nou, ik geef je even 20 seconden. Maar wat heeft Jezus nou fout gedaan? Denk even na. Ik zelf dacht, toen hij 13 was, toen was hij met zijn ouders in Jeruzalem of whatever, heilige stad. En zijn ouders die gingen terug naar het dorp waar ze woonden. En hij is er tussenuit geslopen. En toen de karavaan onderweg was, toen heeft zijn moeder waarschijnlijk geklaagd tegen zijn vader van, hey, Jezus zeg, waar is Jezus? En die arme mensen die moesten dan helemaal teruglopen naar Jeruzalem of whatever. En dan zat meneer te ouwe hoeren met de priesters. Ja, het is heden ten dagen zou ik, als jullie zo willen zijn, zouden willen zijn, hè? Zoals Jezus, dan zou ik zeggen, doe minimaal een sms'je. Of een whatsappje. Geef even door aan je ouders, want ik kom later. Don't worry, be happy. Ja, dat zijn de moderne tijden. Dan kan je zeggen, ja, maar Christus Jezus had toch ook een briefje in de tas van zijn moeder kunnen stoppen. Van niet gaan lopen zeiken als ik er zo dadelijk niet ben, want ik kom heus wel terug. Met vriendelijke groeten, je zoon, comma, Jezus. Wat die, ja, dat kan je zeggen. En hoe vriendelijk ben jij geweest naar je eigen ouders? Ik vind het niet per se onvergeeflijk. Nou, dan kan je zeggen, ja, maar vanaf dat moment tot en met zijn 30ste weten we helemaal niks van hem. Ja, nou, dat klopt. Ja, en wat heeft hij uitgespookt? Is hij in India geweest en in Brittannië? Ja, dat kan. Dat zou kunnen. Is dat belangrijk? Als ik in India geweest ben, dan heb ik de builenpest of zo. Oh, maar in Brittannië heeft hij misschien wel verkoudheid opgelopen. Wat zie je nou te zeuren, man? Dat liggen al die atheïsten dan, hè? Wat maakt mij het uit? Het gaat erom wat hij zei. Dat vind ik belangrijk. Het kan niet anders dan dat hij
wat wij noemen de Zoon van God is. En het kan ook niet anders dan dat hij terugkomt. En dan kunnen die nieuwe wereldorde lui wel lopen. Alle homo's vooraan. Want vind ik ook zo erg. Neem maar serieus, even tussen jullie en mij, gewoon christenen onderling. Hè? Maar stel je bent dus sodomiet. Wil je dan geholpen worden? Ja, ik zou zeggen van niet. En weet je waarom? Ik wil helemaal niet geholpen worden. Laten we het even extreem trekken. Stel, ik ben... Nee, ik ga het niet uitspreken, maar ik heb een hele gekke seksverslaving. Dan wil ik toch niet op een lijst komen te staan. Oh, Perry Franciscus Martinez Winkel heeft... en dat ik dan geprezen word... Ja, maar hij komt er tenminste voor uit. Ja, ik niet. Oké, ter afsluiting een hele leuke grap. Die is echt gebeurd. In een... Dit is geen, het is wel een grap. En het is echt gebeurd. In een flatgebouw. Zo'n gebouw waarin ik ook woon. Met dunne muren. Maar het staat aardbevingbestendig, zullen we zeggen. Maar in zo'n gebouw waarin je kan horen dat de buurvrouw met de potten op de dingen aan het slaan is. Van, moet ik alweer eten koken? Bang! In zo'n gebouw hoorden de buren geschreeuw. En dat ging maar door. En het ging maar door. En toen hebben de buren de politie gebeld. Nou, de politie kwam binnen. Het was een portiekflat. En die kon het portiek binnen en overleg met de buren. En ze hoorden inderdaad geschreeuwen van help, help, help. Ja, en hun terug beneden naar de auto. Een stormram pakken. En die voordeur open gemaakt. En in de slaapkamer lag de moeder des huizes in de blote bibs, vastgebonden op het bed. Dat is echt een bizar verhaal. Het is gewoon echt gebeurd. Hè? Maar dat mag allemaal. Ik zie, er is iets fout gegaan en de politie moest komen. En dat is niet helemaal de bedoeling. En in die zin hebben ze een zonde begaan. Ligt als de moeder des huizes, ligt in de blote bibsen, vastgebonden in vier spannen. Polsen en enkels. En uit de kledingkast hoort men, de politie dan, hè? Wat is hier aan de hand? En horen ze gestommel uit de kledingkast. En ze doen die deur open van die kledingkast. En zit de heer des huizes in een Zorro-pak. Met een gebroken heup. Ja, en dan willen jullie gelijk weten, wat is een Zorro-pak? Nou, een Zorro, dat was een televisieserie. En dan had je zo'n zwarte cape om en een zwarte hoed. Een totally dark, de duivel zichzelf. Ja. Zo'n lans dinges achter zwaard. Was je helemaal de bink. En de bedoeling was geweest, dat hebben die mensen allemaal heel eerlijk verteld. Van ja, hij gaat dan boven op de... Op de kledingkast klimmen. Ja. En dan doet hij zo zijn Zorro-vleugels uit. En dan zweeft hij op mij af. En ja, meestal gaat dat goed. Maar deze keer niet. Want hij was door de bovenkant heen gezakt.
toen flikkerde hij omlaag. En toen brak hij zijn heup. Ja, ik weet niet of dat zonde is. Het lijkt me eerder heel erg grappig. En dat je ook achteraf denkt van, oh my god, what have I done? Maar dat is het leven toch? Wat is dat nou? Moet je ergens spijt van hebben? Ja. Dat je denkt, ja, maar waarschijnlijk zag die moeder des huizes er wel goed uit. Denk ik. En de ambulance is gekomen. We hebben die man netjes naar buiten getild. En volgens mij is de rest al, ja, alleen zo, ja, zo'n heupbreuk, daar genees je natuurlijk nooit echt van. Je blijft er wel eeuwig last van hebben. Ach, er zijn wel meerdere dingen met vrouwen waar je eeuwig last van blijft hebben. Ja, misschien wilde zij het wel, hè? Dat hij het niet eens echt wilde. Dat kan ook nog. Jongens, hey, ja, jonge Henk, kom op, nog een keer, ik wil het nog een keer zien, dat de vampier op me afkomt. En dan breek je je heup, ja. Ah, ja. Is dat mijn vader zijn schuld? Nee, natuurlijk niet. Mijn vader moet er wel om grinniken, denk ik hoor. Dat maakt hem echt geen donder uit. Ik ga nog wel een andere zending maken. Gewoon over seks. Dat je daar niet zo zorgen over hoeft te maken. Je houdt je aan de 10 geboden en voor de rest zien we wel. Hé, dat wordt de volgende keer. En op zijn hamburgers zag ik tjuhus en dag liefers.